U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er ligt veel bewolking boven Nederland. En die bewolking is vrij dik. Het zijn wel sluierwolken die hoger in de atmosfeer zitten. Zodat de zon er ook af en toe nog wel doorheen weet te prikken. Maar het zal een waterig zonnetje zijn. En misschien dat er lokaal zelfs ook nog even een enkele bui valt in de ochtend. Het is vrij zacht met 15 graden en het kwik gaat alleen maar verder omhoog. Vanmiddag 17 graden langs de kust. 21 tot 23 in het binnenland. Weinig wind. En er valt een enkele bui. En die bui wordt wat actiever. Met in de avond in de oostelijke helft van het land ook kans op. Wat onweer erbij. In de avond is het ook nog steeds erg zacht, behalve in de kustgebieden. Want daar koelt het duidelijk wel wat af. Dan gaan we naar het weekeinde. We beginnen met de zaterdag. In de ochtend in het noordoosten wat regen. Daarna een tijdje zon en een poosje droog. En in de avond in het zuidwesten weer neerslag. 15 tot 20 graden, nog steeds erg zacht weer. En ook zondag levert de temperatuur amper in. Dan overheersen wel wolkenvelden met van tijd tot tijd wat regen of een bui. Hetzelfde geldt voor de maandag. Dinsdag lijkt de kans op zon weer toe te nemen. De temperatuur levert dan wel wat in. En de wind waait inmiddels uit een westelijke richting. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl